Ja, het is in de nabeschouwing na een wedstrijd al vaker de eerste vraag in geweest. Ja, te weinig gekregen. Ja, zeker nu. Je ziet, laten we eerst beginnen met de eerste helft. Je krijgt een goal tegen. Nou ja, dat kan gebeuren. Oké, we hebben ook heel weinig kansen gecreëerd in de eerste helft. Ik vond ook dat we heel een beetje apathisch waren. Een beetje, ook niet scherp in duels, ook niet, ja, gewoon niet goed begonnen aan zo'n eerste helft. Tweede helft hebben we alles gegeven en denk wel 3 of 4 echt hele goede kansen gecreëerd. Ja, dan moet je er gewoon 1 van binnen schieten, want dan haal je hier wel een verdiend punt binnen. Kun je dan nog steeds, je gaat nu de slotfase van de competitie langs, maar je nog vasthouden aan inderdaad de dingen die er dan zijn van hey, het is goed dat je die kansen creëert en die aanvallen die lopen lekker. Maar nou, je komt langzaam ook op het punt dat houvast, daar koop je niks meer voor. Nou ja, kijk, dan gaan nu natuurlijk mensen straks zeggen het vertrouwen. Maar ik vind dat we gewoon met de twee met vertrouwen hebben gevoetbald. En we moeten wel vast blijven houden hetgeen wat we doen. Want anders dan hoeven we ook niet meer te voetballen. Als je ziet zo'n tweede helft, als je met z'n allen druk naar voren zet en je zet de tegenstander 45 minuten lang onder druk en je creëert daar ook nog 4 kansen en zeker de 2 van Nick Hak, ja, die er natuurlijk wel in gaan mogen natuurlijk. En ja, dan haal je gewoon een punt binnen en dan praten we heel anders en nu is het bijna om te zeggen, het is gewoon heel neerslachtig eigenlijk hè, dat je deze wedstrijd verliest en Achilles wint, ja. En dat is nog vervelender. Ja, want dan is dat gat opeens nog maar 6 punten. Ja. En dan wordt het weer heel krap. Je krijgt nog een onderlinge wedstrijd natuurlijk. Ja. Kun je positief of negatief bekijken? Nou ja, dan moet je wel met een voorsprong daar naartoe gaan. We hebben nu Almere uit. Volgende week VVV. Nou, dat zijn 2 zware wedstrijden voor ons. Net als tegen MVV. Oké, het is niet anders. Dus we moeten ook niet... ik heb ook in de kleedkamer gezegd na afloop. We hebben gewoon goed gedaan. We hebben de kansen gekregen, maar niet gemaakt. Maar we moeten niet bij de pakken neerzetten. Want dan kan je net zo goed opgeven. En dat doen we niet. Er zijn vanavond ook protestacties van supporters. Hè? Er hangen spandoeken hier. Mensen hebben aandacht voor clubs die er inmiddels niet meer bestaan. Wat kun jij daar als trainer van het huidige Dordrecht mee? Niks. Helemaal niks. Deel jij hun zorgen wel? Ja, de zorgen rondom de toekomst van Dordt? Nee, heel simpel. Ik ben trainer bij Dordt. Ik zit bij de techniek en, en de rest ga ik geen uitspraak over doen. Heel duidelijk. Jij loopt natuurlijk wel ook wat langer. Jij loopt wel wat langer bij deze club. Ik ga niks zeggen erover. Dus heel simpel, je mag vragen stellen over de wedstrijd en meer niet. Nee, jij loopt lang bij deze club rond natuurlijk. En als mensen ook aanstippen van dat warme gevoel wat we bij de club hadden, dat is minder aan het worden. Ben jij wel één van de mensen binnen deze club die daar iets over kan zeggen, omdat je hier langer bent al? Nee, ik ga er ook niks over. Dus, ik bedoel, je stelt nu dezelfde vraag. Alleen, helemaal hetzelfde. Nee, in een andere verpakking. En dat mag, maar ik geef daar gewoon geen antwoord op. Je mag vragen stellen over de wedstrijd, want daar ben ik als trainer voor. Voor de rest, dit is toch iets wat leeft ook nu? Ja, bij wie? Bij die supporters. Ja, die kijken hier toch ook naar? Alleen, ik heb daar gewoon geen mening over nu. Dat snap je toch ook wel? Ik heb net verloren, we staan 6 punten. Daar ga ik niet met randzaken bemoeien die mij nog even niet aangaan.